Leuk, in deze video vandaag ga ik laten zien wat ik allemaal eet als ik het ketogeen dieet volg. Ketogeen dieet is eigenlijk gewoon dat je minder dan 5% van je energiebehoefte uit koolhydraten gaat halen. Dat is wat ze dan ketose noemen. Je lichaam is dan, heeft eigenlijk geen andere optie als je vetverbranding gebruiken om energie los te maken, waardoor je ook vet gaat verliezen. Er zitten een aantal bijkomende gezondheidsvoordelen bij. Zoals dat ik daardoor altijd veel minder migraine heb. Ik ben altijd wat uitgerust uiteindelijk. Ik heb wat meer focus. Maar ik vind het qua voeding echt wel even afzien. Want ik hou gewoon heel erg van pasta en van ei zou ik zeggen, van rijst. En chocola. En er zitten toch wel heel wat koolhydraten in. En als je echt ketogeen gaat eten, dan... Ja, die paar koolhydraten die je mag, die moet je dan echt wel uit gezonde dingen gaan halen. Anders eet je nooit geen vitamine meer. Dus ik wissel altijd dat soort dingetjes af. Een periode met ketogeen eten en een periode met koolhydraatarm eten. En koolhydraatarm is minder dan 50 gram per dag. Dus en nu kom ik geloof ik op 20 gram of zo in ketose. Dit doe ik echt al een tijdje, dus hopelijk valt de ketogriep dit keer mee. Mijn lichaam gaat er wel aan wennen. De eerste keer dat ik van koolhydraatverbranding naar vetverbranding moest overschakelen, fysiek gezien, ben ik er echt wel 3-4 dagen ziek van geweest. En de laatste keer was het zomaar anderhalve dag, dus ik hoop dat het nu ook zo is. Dan ben ik morgen weer erheen. Ik heb vannacht weinig geslapen en mijn grootste kenmerk van de ketogriep is toch wel dat ik heel erg moe en duf ben. Dus ik hoop dat het niet versterkt wordt. Er zit hier eentje aan mijn keukenkastje te knagen. Doe eens even niet. Dat is niet, dat is foei. Dank u. Koffie op en ik eet vanmiddag mijn ijsbergsla met komkommer en mayonaise en eitjes. En ik heb ook olijven, die hebben jullie ook al gezien, die heb ik hier niet gedaan van de kinderen. 75 gram olijven, 2 eieren, 100 gram ijsbergsla met 80 gram komkommer en 25 milliliter Zaanse mayonaise. En dan tegen de tijd dat het avondeten is, kom ik weer denk ik weer echt speaking terms bij jullie terug. Want ik ga vanuit mijn werk gelijk door met de kinderen naar zwemles en daarna eten we. Dus ik neem wel weer wat water met bruis mee en dat is het eigenlijk wel. Voor vandaag ziet er heel weinig uit. Maar dat is niet per se, want ik heb best een grote avondmaaltijd en na mijn avondmaaltijd mag ik nog een snack, dus valt best mee. Dus ja, dat is even mijn overview van de dag. Ik ben gewoon iemand die pas later op de dag echt honger krijgt, dus vandaar. En het is al bijna 7 uur, dus zwemles hier gaat het van 5 tot 6 keer dat je kind gedoucht en wel aan de auto zit en dat je de volledige 5 minuten thuis ben gereden, in ieder geval hoor achter mij en die gekookt heb, dus nou hè. Ja, heb je een foto. Je maakt een foto van de film, prima. Wij gaan vanavond hamburger eten, de hamburgers zijn ook klaar. En de kinderen eten er ook aardappelkroketjes bij. Er was een slight miscommunication, want mijn vriend heeft blijkbaar de rest van de zak op. Ook voor mij. Dus ja. Kijk, dit is een kroketje. Die goed dichtduwen. Yo. En ik eet dat gewoon met een grote plaatje sla. Ik maak er gewoon zo'n lettuce wrap van. Oh, de televisie praat er zo heen. Dus ik eet dat gewoon met een lettuce wrap. Dat ga ik zo op tafel zetten. En de kinderen kunnen daar nog een broodje bij eten. En ik heb nog van die cheddar kaas. Dat is ook lekker. Er zit 5,5 gram vet in. En 1,4 gram koolhydraten zeker. Dit is wel lekker. 1 plakje is dat maar. Dus die neem ik erbij met wat mayonaise. En daardoor kwam ik best wel wat eiwitten tekort. Ik neem er ook daarna nog een shake als de kinderen op bed liggen. Dus neem ik een shake voordat ik ga sporten. En daarna neem ik een toetje daarna met ook weer eiwitten. Zo kwam het vandaag uit. Omdat ik eigenlijk niet heel erg de boodschap heb gekocht. Ik keek er geen eten. Maar niet heel. Maar goed, dus dat gaan we nu lekker bikken. Hier ben ik aan het zoeken. Koffie. Dat extra proteïne dit keer.
Normaal drink ik na het avondeten gewoon een koffie, maar omdat ik zo weinig proteïne over de dag op heb, doe ik er nog een ijskoffie bij. En dan is het een beetje gezakt, dus kan ik hopelijk nog even sporten. Hier liggen nog net in bed, net 7:15. Wat later was normaal. Dus ik hoop tegen dat ik mijn koffie op heb, hun in ieder geval vast ligt te slapen, dat ik daar kan sporten. Zo, mijn workout zit er weer op. Ik had de video van Nienke Plas hiervoor bewaard, dat was 30 minuten. Zij maakt als die lekkere lange vlogs die ik hilarisch vind. Dus dan gaat je cardio tijd heel erg snel. Want dus is deze vent ook weer terug. De vent die hem had meegenomen, mijn vent, die is eventjes iets inmeten bij zijn zus in de tuin of weet ik veel wat. Dus ik ga nu wel mijn snackje nemen. Mijn snackje, mijn avondeten snack. After dinner snack. Avondsnack. Bedtime snack. Dat gaat gewoon alpere soja, mild ongezoet zijn. Er zit echt bijna geen koolhydraten in. Met een schepje proteïnepoeder. Zou ik laten zien als het klaar is, maar niet heel veel bijzonders. Dus ik ga hier bij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een duimpje omhoog zoals ze was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik je de volgende. Doei!